Nou, het infuus heeft gewerkt, want hij begint alweer te plassen. Nou, beste mensen, vandaag hebben we Guus, de alpaca veulen op bezoek, maand of 6 oud. En hij loopt normaal gesproken in de wei met zijn moeder en zijn vriendjes, maar vandaag was hij niet helemaal lekker. Hij lag op de grond, de eigenaar trof hem aan en leek wat uitgedroogd. We hebben een infuus gedaan, maar dat loopt hij nog steeds. En sinds die infuus gaat het een stukje beter. We hebben ontlasting nagekeken, er waren geen rare wormen of parasieten te vinden. Maar het meeste opviel dat hij eigenlijk dunne poep aan zijn staart had. Dus een beetje diarree. Dus we denken dat zijn pens, hè, voor de herkauwer heel belangrijk is. Want een alpaca is een herkauwer. En die pens kan heel makkelijk van slag raken. Dus dat hij een beetje van slag is. Verder, hij is niet heel vet. Maar hij is maar aan het infuus even aan het bijkomen. Hè? Ja. En de slijmvliezen waren heel erg paarsig. Nou, het is nog steeds niet helemaal perfect, maar er komt wat meer kleur op. 1,5 liter infuus gehad. En we gaan zo nog eventjes met de zonne-eigenaar op de weegschaal. En dan kijken of het lukt. Dan hebben we ook nog even een exact gewicht. Ja. Zo, een alpaca veulen dat ziek is, is wel een serieuze patiënt. Want stappen zomaar uit. Dus we hopen dat Guus het gaat redden. Ja. Guus geluk? Misschien. Je weet het nooit. Nou, het infuus heeft gewerkt, want hij begint alweer te plassen. En de oortjes staan alweer een beetje overeind. Oh, daar komt hij. Hij gaat naar huis toe en dan krijgt hij door de eigenaar nog een intensieve zorg. Wordt hij nog even nabehandeld. Ja. We houden telefonisch contact. En anders rijd ik even langs, want op weg naar huis toe kom ik bijna bij u. Ja, ga ik die kant op. Dus ik heb een goede hoop dat het gaat redden. Ja, we zijn even bij Guus op bezoek. 2 dagen later. En Guus die staat er weer hartstikke goed bij. De oortjes omhoog. Mama is weer blij. Wat bijzonder, hè? Wat was hij toch wel matig. En nou staat hij weer gewoon lekker ons aan te kijken. Ja. Hè, Guus? Eet je alweer een beetje? Ja? Nou, moeder erbij. Allemaal mooi. Nou, Guus heeft geluk gehad.